Nou, mijn naam is Fikri El Wazizi. We staan nu voor de buurthuis De Arend in de Afrikaanderwijk, Rotterdam-Zuid. We staan bij de Islamitische Voedselbank, waar we elke woensdag om de 2 weken voedselpakketten samenstellen en deze aan gezinnen geven. Waarom doen jullie dat? De oprichter van de Islamitische Voedselbank die is een aantal jaren geleden begonnen. Omdat zij merkte dat er heel veel arme gezinnen waren in Rotterdam, ja, die toch veel te kort komen en eigenlijk niet genoeg te eten hadden. Waarom is het belangrijk dat jullie dit doen? Nou, het is om de mensen een helpende hand te bieden en eigenlijk een steuntje in de rug te kunnen geven. Want het is een druppel in de gloeiende plaat, maar ze hebben wel wekelijks wel wat te eten en te drinken. En ik denk dat dat de basisbehoeften zijn van de mensen. Nou, ze kunnen zich in eerste instantie bij ons aanmelden. Dan worden een aantal papieren gevraagd met betrekking tot de financiële situatie. En dan zal dat getoetst worden. En op het moment dat dat goedgekeurd is, dan worden ze toegelaten. En dan kunnen ze ook een voedselpakket komen halen. Wij voorzien ook mensen van verschillende etniciteiten en ook religies. Het is de Islamitische Voedselbank omdat eigenlijk onze voedsel altijd halal is. Dus de vlees en de kip en dergelijke. Nou, we krijgen verschillende donaties van mensen. Mensen, bedrijven en dergelijke in de vorm van een financiële donatie. Of producten die ze langskomen brengen en die stellen we dan samen. Als er nou mensen zijn die jullie willen steunen of nog ook producten willen doneren? Ja, heel graag. Heel graag. Alle beetjes zijn welkom. Want we zien dat onze kosten oplopen. De aantal gezinnen die nemen toe. Maar jullie kunnen ons contacten via onze website of via onze Facebook. Vrijwilligers, ja, daar hebben we van tijd tot tijd, komen we die wel tekort, maar meestal hebben we wel een basissterke team. En we zijn bezig tot een uurtje of 8, tot alle gezinnen hun pakket hebben ontvangen. De meeste gezinnen komen hier naartoe, op een enkele na, die niet goed te been zijn en dergelijke, of organisaties waar wij een aantal pakketten neerleggen, zoals in Hoogvliet en in Capelle. Maar de meeste komen dan wel hier naartoe. En wat ik hier zo mooi aan vind, is dat wij de mensen een helpende hand kunnen bieden. En dat wij ervoor zorgen dat de mensen die niet gehoord zijn of niet gezien zijn, dat wij hun toch kunnen helpen. De dankbare gezichten die je ziet, nadat ze eigenlijk een hele simpele pakket hebben mogen ontvangen, daar doe je het voor. We zijn hier op woensdag om de 2 weken in de buurthuis De Arend in Afrikaanderwijk. Kom een keer kijken, kom een keer helpen. Vinden we ook hartstikke leuk. Ja, help ons met donaties en wellicht tot ziens. Alle hulp is welkom.